Matthias, heb je wat kunnen genieten van de international break? Ja, een weekendje zonder club is altijd aanpassen voor mij persoonlijk. Hè, want de Rode Duivels, dat is iets minder mijn tasse de thee, zoals ze zeggen in het Frans. Maar kijk, als ik zie de special guest dat we vanavond mee hebben, dat is, als ik het even uitreken, dat is net geen 4 jaar geleden dat de special guest voor het eerst in de klokken kwam. En toen niet als clubman, dus super blij om deze special guest erbij te hebben deze keer. Ja. Ja, ik ook. En ik heb precies altijd heel veel tijd in zo'n voetbalvrij weekend. Ik weet niet hoe dat komt. Omdat misschien ja, 2 uur rijden naar club of naar Brugge, dat is misschien veel tijdsbesparing op zo'n weekend. Je moet Maar daar dus. een ganse dag voor inplannen, precies. En zeker van ons Pajottenlandstreek, Vlaamse Brabantstreek. Dus dat is wel een Inderdaad. aanpassing. Ja, het is Klopt. dat. Ja, voilà, het is dat. Maar we hebben dus goed nieuws. Je zei het al, een special aflevering van De Klokken vandaag met een special guest. Ja, voor de mensen die ons al jaren volgen, het is de tweede keer, Matthias zei het ook al, dat hij aanwezig is. En ditmaal wel als CEO van Club Next en Club YLA. Welkom terug, Gillian Prudhomme. Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, met een mirakel! Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Niels Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken. Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3, Scott Olsen. Frank van der Elst, en dit is Zo, Gideon, goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Goedenavond, dank u dat ik er voor de tweede keer mag bij zijn. Hoe is het met u tijdens zo'n interland break? Is het ook wat rustiger op zo'n moment? Wel, het is zo dat het iets rustiger is bij Club Next, maar Club YLA Ja. speelt wel door natuurlijk. Dus het geeft mij ook wel iets meer de mogelijkheid om trainingen van YLA live bij te wonen. Dat in die vinden plaats in Roeselare, dus dan kan ik ook iets meer die kant op gaan. Ja, voor we eraan gaan beginnen, gaan we ja, natuurlijk eens bekijken de carrière van waar dat je komt, hè, Matthias. Jij hebt daar wat Ja. meer info over, hè, want jij zat erbij, hè. Klopt, hè? 4 jaar Ja. geleden als jij met Gillian, als Ik Gillian was dat ook nog erbij. weet. Maar Ja, zoals ik ik zei, weet het. dat was vanuit een totaal andere setting, want je was toen nog bij Brussels Airlines, als ik me niet vergis. Brussels En, Airport. Brussels ah ja, Airport. Brussels Airport, juist, juist, juist. Ja, helemaal iets anders. En ook als voetbalmakelaar actief toen. En ja, sindsdien is er heel veel veranderd. Dus misschien kan je voor onze luisteraars misschien kort schetsen wat er gebeurd is van. Ja, 2021, 4 jaar geleden tot op heden. Heel veel natuurlijk, maar als je het goed kan schetsen, zou het fantastisch zijn. Wel, dus toen was ik inderdaad actief op twee fronten. Ik werd bij Brussels Airport, de luchthaven. En dat was net tijdens of voor COVID dat we beslist hebben eigenlijk om een voetbalagency op te richten. Samen met een vriend van mij. En dat kwam goed uit, want tijdens COVID lagen de activiteiten wel stil op de luchthaven. En kon ik mij volledig toespitsen op de makelaardij. Maar we zijn eigenlijk gestart als twee jonge ondernemers die voetbalspelers wilden begeleiden in het vermogensbeheer. Dus in het, ook wat dat ze na hun voetbalcarrière zouden doen met de zaken die dat ze vergaard hebben tijdens hun voetbalcarrière. En zo ben ik eigenlijk terug, of voor het eerst eigenlijk, de voetballerij ingerold, om zo te zeggen. Maar toen, ja, was COVID quasi voorbij en begon mijn job op de luchthaven weer op te steken en was het eigenlijk zeer moeilijk om beide te combineren. En op dat moment kreeg ik eigenlijk een telefoontje van Vincent Manhart, die mij uitnodigde om iets te komen eten op de Nest in Roeselare. En ik moet eerlijk toegeven dat ik dacht dat het te maken had met mijn job als voetbalmakelaar. Maar hij stelde mij het project voor van Club Next en het project van Club YLA, zonder daarbij de vraag te stellen of ik geïnteresseerd was, maar hij heeft het wel in mijn hoofd geplant. En dan hebben we elkaar nog een tweede keer gezien en dan was het wel concreet. Of dan was het wel duidelijk waar hij mij Ik voor heb had uitgezocht. altijd het gevoel dat als Vincent belt, dan pak je op en dan ga je hem ontmoeten. Dat is het gevoel dat wij hebben als fans, maar misschien kan je dat ook bevestigen. Ja, allee, absoluut. Hè. Vincent is iemand allee, enorm, enorm intelligent, enorm gedreven, die een gigantische impact heeft gehad op Club Brugge, op heel veel mensen bij Club Brugge en ook op Belgisch voetbal tout court. Ik denk bewijzen nu ook het feit dat hij
bij de Voetbalbond actief is, ga je dat nog verder versterken. Ja. Maar daar zeg je geen nee tegen, nee, om, ja, om iets te gaan eten. Dat klopt. Nee, dat begrijp ik. Ja, je zei het hier net al, dat je dus eigenlijk eerst niet in de voetbalwereld hebt gezeten. Ik kan toch stellen dat je in een voetbalfamilie bent opgegroeid. Allee, vooral de vader dan. Was het dan voor u niet van jongs af aan duidelijk van ah, ik zou echt graag in de voetbal iets willen doen? Maar ik speelde zelf voetbal bij KV Mechelen tot mijn 18, dus dat deed ik wel. En ik volgde dan mijn vader en ons gezin volgde mijn vader overal. Maar het was eigenlijk de bedoeling om net niet in de voetbal te gaan. Het was mislukt. Ik had het mislukt. Maar het idee was eigenlijk om iets te doen los van mijn achternaam. Want ik werd daar toch wel wat door gebrandmerkt, laten we het zo zeggen. Dat is nu een hele negatieve connotatie. Maar als kind was dat niet evident. En ik wilde ook bewijzen, kijk, ik heb die naam niet nodig om mijn eigen carrière te maken. En vandaar dat ik het totaal anders ben gaan doen. Maar als het project Club Next, Club YLA en werken binnen Club Brugge kwam op mijn 29-jarige leeftijd, dan heb ik eigenlijk totaal niet lang getwijfeld. En was ik ook heel het gegeven van daarvoor vergeten. En dacht ik van, ja, oké, goed. Mijn vader is nu ook uit de voetbalwereld, dus misschien is het wel het moment om er volwaardig in te stappen. Ja, we hebben die vraag ook gesteld aan Bob. En dat is eigenlijk een copy-paste dat we nu gaan stellen, maar... Hoe ziet zo'n typische werkdag eruit als CEO van Nnext en YLA? Oké, je gaat zeggen, elke dag is anders waarschijnlijk, maar hoe kunnen wij ons als fans dat inbeelden eigenlijk? Ik had de podcast van Bob nog eens opnieuw moeten luisteren. Ja. Hij heeft heel diplomatisch op handen. Ja. Heel diplomatisch. Divers, zal ik dan zeggen. Ja. Nee, maar het is een cliché, maar er is geen dag in het voetballandschap waarbij dat de dag eindigt zoals hij hem gepland had. Omdat er toch heel veel ad-hoc zaken bij komen kijken. Ook het feit dat ik wel actief ben in twee heel verschillende domeinen. Jeugdvoetbal, transitievoetbal richting de eerste ploeg en dan vrouwenvoetbal maakt dat het heel divers kan zijn. En ook dat de mensen die erin werken, die werken op andere, ik zou niet zeggen andere snelheden, maar met andere doelstellingen. Bij YLA draait het om winnen. Zijn we veel meer gefocust om de volgende match te winnen. Om zoveel mogelijk jeugdspeelsters de kans te geven om te trainen met die A-ploeg van YLA. Dus eigenlijk ben ik daar verantwoordelijk voor een eerste elftal. Terwijl bij Club Next ziet de werkdag er veel meer uit als ja, hoe kunnen we die academy zo sterk mogelijk maken? Hoe kunnen we blijven innoveren? Hoe kunnen we onze spelers die tussen Next en de echte eerste ploeg van Club Brugge zitten zo goed mogelijk ontwikkelen en beschermen? Dus uiteraard heb je dan ook de nodige afspraken met entourages van spelers. Zij het families, zij het makelaars, zij het spelers zelf. Maar we zetten ook enorm in op lifestyle. Dus hoe kunnen we daar in versterken? We zetten ook in op onze commerciële. Ons B2B, B2C, hospitality. Connectie met de fans. Dus daar zitten we ook heel veel op in. Dus het is vrij divers. En uiteraard is er ook ruimte om af en toe... ad hoc gesprekken te voeren met het team, met mensen van andere departementen. Dus, maar mijn dag begint en eindigt altijd met een rit van en naar Knokke of Roeselare. Want je vertrekt van waar precies, richting Knokke? Dilbeek, in Brussel. Enfin, nabij Brussel. Ah, ja. Heel dicht bij Brussel. Ja, Dilbeek is een faciliteitgemeente, denk ik, hè? Ja. Nee, Dilbeek is een belangrijke gemeente. Ja. Dat staat altijd iets goed waar Vlamingen thuis zijn. Ja, dat is die gemeente, denk ik. Ja. Zeer Flamingans. Ja, klopt. Ja, dat ga ik maar niet op uitspreken, man. Ja, voilà. Ja, dus eigenlijk, de moment dat Vincent Manhart dan belde, dat was eigenlijk het moment dat er bij Club Next en Club YLA niet echt een CEO was, denk ik. Of is dat echt dan de vraag geweest van, ja, we gaan het veel meer professionaliseren, de zowel Next als YLA. We gaan er echt naar kijken als zijnde een ploeg op zich. Kan ik het zo een beetje zien? Maar ik denk dat het woord professionaliseren niet geheel juist is, want het was al zeer gestructureerd en professioneel. De keuze is daar gemaakt om eigenlijk meer autonomie te gaan creëren voor Next en YLA. Ja. Dus een eigen structuur, een eigen management, eigen teams. Zoals ik al zei, eigen sales, maar ook eigen budgetten. En eigen doelstellingen. En dat alles eigenlijk komt met Club Next ervoor te zorgen dat we meer betere spelers naar de eerste ploeg van Club Brugge brengen. Want mensen die een verantwoordelijkheid hebben over iets,
en een bepaalde autonomie hebben, die zijn daar ook accountable voor. Dus die gaan per definitie ook efficiënter moeten gaan werken. Als dat uw boot is, als dat uw kindje is om voor te zorgen, dan ga je daar ook, dan ga je daar ook alles aan doen dat goed lukt. Terwijl als je onderdeel bent van een groter geheel en ook dat erbij doet, dan ga je misschien een paar procenten verliezen die dat ook smijten op dit niveau. Ja. Ja. In percentage uitgedrukt, ik weet dat dat moeilijk is, maar hoeveel leg je de focus op zo'n week op Next en hoeveel op YLA? Of is dat echt zo 50-50? Well, ik zou dat niet willen definiëren, want dat varieert van week tot week. Ik denk finaal dat dat wel in balans is. Natuurlijk, het begin, mijn begin 2 jaar geleden bij Club was like de focus grotendeels op Club Next. Maar dat kwam ook omdat we met Club YLA hebben de voorbije jaren veel stappen gezet in de visie en in de doelstellingen ook van die club. Dus ben ik me daar ook veel meer mee moeten gaan bezighouden. En we zijn daar ook een veel kleiner team. We zijn met veel minder mensen voor YLA dan we zijn voor Next. Uiteraard, YLA zijn ook minder teams. Maar het behoeft wel meer van mijn tijd voor YLA. Ook omdat er bij Next al een gigantische structuur stond voordien. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Hoe groot is het team ook veranderd sinds dat je begonnen ben en vandaag bij Next en YLA, is het echt wel maal 2 of is het nog altijd dezelfde grootte qua teams? Nee, ik denk dat er wat dat goed is bij Next is dat er experts zijn bijgekomen in de domeinen dat we ze nodig hadden. Ik heb dan over lifestyle coaching, mental coaching, nutrition, talent coaching, ook bepaalde specialisten of coaches voor spelers met bepaalde behoeften of bepaalde achtergronden. Dus dat is er allemaal bijgekomen. Maar finaal is de hele structuur eromheen, om het op FTE-basis uit te drukken, is niet zo spectaculair gegroeid. Als je kijkt, ik denk dat we nu zitten op een punt waarbij we ook niet zeer veel meer moeten gaan uitbreiden, qua aantal mensen. Maar dat we gericht op zoek moeten gaan naar de mensen die er zijn, hoe kunnen we die meer inzetten in de domeinen waar dat er nog verschil te maken valt. Ja, er zijn ook mensen die promotie hebben gemaakt richting Club A. Ik denk aan Jesper bijvoorbeeld. Er zijn echt mensen die sprong hebben gemaakt. Ja, wel, dat is dus fantastisch. Hè? Want het gaat niet alleen om spelers opleiden, maar het gaat ook over coaches opleiden. Ja. Maar iedereen die binnen Club Brugge de kans krijgt om richting het eerste elftal te evolueren, als dat willen, als ze die ambitie hebben. Ja. Of als dat voor de club goed is, want soms is het misschien beter om iemand die enorm goed is in zijn job in de academy op die plek te houden, omdat ze daar net gigantische impact hebben, dan wel eens laten doorstromen naar de eerste ploeg. Dat is allemaal afhankelijk van context en van persoon. Maar zoals gezegd, ja, Jesper is iemand die stap gemaakt heeft. Ik ben gestart bij Club Next toen Jesper head of scouting van Club Next was. En hij heeft mij ook heel wat zaken bijgeleerd. Dus dat is fantastisch om nu samen te werken, dat hij bij de eerste ploeg zit. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En heb jij dan nog zo'n doorgroeidromen bij Club of tener waar in de voetbalwereld? Maar ik denk dat ik daar ook heel nuchter en realistisch in moet zijn. Ik ben 31 jaar. Ik heb de eer en het genoegen om verantwoordelijk te zijn voor een club in 1B. Mm-hmm. Want dat zijn we. Om verantwoordelijk te zijn voor een academy of een miniclub binnen een instituut als Club Brugge en om verantwoordelijk te zijn voor een A11-tal zijnde YLA, waarmee dat we ook al een prijs gepakt hebben. Dus momenteel ben ik daar zeer, zeer rustig in en geniet ik ervan en probeer ik echt waar al het beste te halen uit wat ik doe in die functie. Ja, en dat is ook niet bezig met politiek correct antwoord, ik zie jullie kijken, maar ik meen het ook echt. Ik meen het ook echt. Voilà. En ook omdat we met Next en YLA nog enorm veel aan het groeien zijn en aan het ontwikkelen zijn, zij het in verticaliteit of horizontaliteit. Dus daar zitten gewoon nog zo gigantisch veel uitdagingen. Ja, het is nog te vroeg ook om te denken aan de next step. Ik bedoel, je ziet al heel goed en nu is het kwestie van nog beter te worden. En misschien als we jullie opnieuw binnen 4 jaar uitnodigen, misschien zal de vraag, het antwoord dan anders zijn. Maar nee, ik snap het antwoord wel. Ja. We houden je te vriend. over de next step gesproken, we kunnen er niet omheen. Hè. Het succes van Next de afgelopen jaren, vooral dan
de doorstroom van Next naar de A-ploeg. Ik heb hier een lijst van spelers. De Kuiper, Sabbe, Spileers, Silla, Verband, Ordóñez, Talbi, Seis. Allemaal hebben ze al minuten met de A-kern gemaakt. Sta je er zelf soms bij stil hoe goed Next en hoeveel talenten zich de laatste jaren zich zomaar opdringen? Ja, we staan daar zeker bij stil. Het is onze bestaansreden. Het is de enige finaliteit waarvoor dat we alles doen. Dag in dag uit, waarvoor al die mensen al jaren aan het strijden zijn om dit te realiseren. En dat wil ik toch benadrukken. Het is echt het werk van zeer veel mensen gedurende zeer veel jaren die dit heeft mogelijk gemaakt. Dit is niet het werk van Gillian Predom de voorbije 2,5 jaar. Dat is echt het werk van iedereen die voor Next werkt en gewerkt heeft. En voor Club tout court, die daaraan aan bijdraagt. Maar het is fenomenaal, omdat je leidt geen spelers op om te spelen in een A-elftal. Je leidt spelers op om te spelen in een elftal dat kampioen moet spelen, de beker moet winnen en Europese succes moet halen. Dus dat is vooral hetgeen waar we ons soms voor in de arm knijpen. Van ja, maar dat zijn gasten van ons, dat zijn gasten van onze grassroots, die daar nu de doelstelling van Club Brugge mee aan het waarmaken zijn. En als je kijkt naar dit seizoen, is 29% van de speelminuten zijn van spelers uit onze eigen academy. En 34% van de minuten kun je dan rekenen, jongens zoals Joel Ordóñez en Anoussa. Silla en... Silla, ja. Voilà. Maar dus dit seizoen, dus dat is het derde. Dus dat is... straf, hè? Ja, dat is gewoon een fantastische prestatie van iedereen daarbij betrokken. We hebben het ooit anders gekend, hè, Thibaut? Voordat Next bestond, dat was... We keken eigenlijk met veel jaloezie op Genk, op Standaard, op Anderlecht. En vandaag is het... Ja, we zijn allemaal een beetje hyped, hè, door wat er gebeurt bij Next. Dus, Het ding is... als we het kampioenenjaar met Michel Prudhomme, dan is wel Engels en Mechelen en zo, dat was toen ook wel... Dat waren dan de grote mannen uit toen, de jeugd van een club, die toen ook minuten hebben gekregen. Toen had ook Koopman en Storm en Bolingoli, niet te vergeten, hè? Die mannen hebben daar ook toe bijgedragen. Tuur Dirks. Inderdaad. Obi, Oulare. Ja, klopt. Ja, ook. Ja, dus eigenlijk meer, meer dan ik dacht nog. Amai, ja, dat is waar. Dus eigenlijk doen we het niet zo goed, niet zo spectaculair. Ja, laten we zeggen dat jullie nu spelers opleiden die voor 25, 30 miljoen kunnen verkocht worden. Dat is misschien het verschil. Nee, maar... Je voelt wel het verschil tussen Koopman, Storm, Tuur, dat zijn goede spelers op zich. Maar je voelt wel, als zo'n Seis plots komt opdagen, ja, dan voel je direct van, dat wordt een titularis. En bij Charles de Ketelaar had je dat gevoel ook heel snel, vond ik. Ja, en wat dat daar toch zeer frappant is dat die jongens het jaar voordien, en heeft toch zeker met Kiriani en met Joa en Jordan ook, dat die het jaar voordien nog in de 1B speelden. Ja. En dat zij in staat zijn om het seizoen daarna een gevestigde waarde te worden bij Club 1 in de Champions League. Ja. En mee te strijden voor de titel. Dat is... dat moeten we ook ambiëren. Hè? Dat is ook altijd onze ambitie. Vanaf de allerkleinste zetten we die maatstaf voor ontwikkeling op technisch vlak, tactisch vlak, mentaal vlak ook. Cognitieve ontwikkeling. Ja. Fysieke ontwikkeling, uiteraard. Dus die jongens worden eigenlijk voorbereid om finaal op die schaal, of op dat podium te kunnen presteren. Zet je zelf ook zo impressed over Seis bijvoorbeeld? Want ik hoor van overal waaien. Ik heb me vorig jaar ook een paar keer bezig gezien in 1B. En dat was zo'n speler. Ja, dat was een goede speler, maar die viel niet op. En nu draait hij zonder enig probleem al zoveel wedstrijden mee in die A-ploeg. Dat je denkt, wauw, wat een evolutie kun je maken op nog geen 12 maanden tijd. Ik ga niet zeggen dat ik verbaasd ben, hè, want we kennen Joa. We hebben hem ook een keurig contract gegeven. We zien hem ook op dagelijkse basis op training. Dus één match in het weekend is niet altijd een referentiepunt. Die jongen ging ook nog naar school. Mocht je niet onderschatten. Wat dat mij vooral heel trots maakt, ik zou niet zeggen verbaasd, maar wat dat mij trots maakt, is het feit dat hij op rechts speelt. Ja. En daar zijn plan trekt en daar zeer goed weet, waar dat hij goed in is en waar dat hij nog stappen in moet zetten of welke zaken dat hij tijdens een wedstrijd niet moet aangaan. Maar ook het feit dat de staf en de hele sportieve omkadering van de eerste ploeg van Club, dat zij Joa op die positie hebben gezet, is gewoon... daar zijn we heel trots op. Mm-hmm. Beetje een strikvraag, Gillian. Zou hij nog beter zijn op links?
Ik stel me altijd die vraag om de een of andere reden. Moeilijk. Ja. Maar ik denk dat op links zijn er andere spelers die dat goed doen. Met zeer veel kwaliteiten, dus ik hoef daar op zich niet, niet uit te spreken. Ik denk dat Showa van in de waard trekken. Maar ik denk dat hij dat gewoon zeer goed doet op rechts. En dat dat ook een asset is voor ons op die positie. Ja, want eigenlijk tegen Aston Villa, hij kneep eigenlijk centraal. Hè. Je moet dat zien, Talbi coverde hem als rechtsback. En hij ging eigenlijk meer centraal spelen. En hij was fantastisch eigenlijk. Dus ik denk dat hij ook inderdaad een speler is die een beetje overal zijn plan kan trekken. Slimme jongen, denk ik wel. Daar wel. Ja. En dat is natuurlijk ook het voordeel van... nu met Nicky, die kent natuurlijk ook heel veel van die jeugdspelers. Hè? Dat was natuurlijk 2-3 jaar geleden met Karel ook het geval, die doorstroomde van niks. Maar nu met Nicky, je ziet ook wel, die geeft die jongens wel ook dat vertrouwen. Dat is wel mooi om te zien. Absoluut. Hè. Dat is een gigantisch voordeel in de werking. Niet alleen het feit dat Nicky die jongens kent, want finaal gaat Nicky die jongens opstellen die ik spreek niet voor hem, maar die het verdienen en die het meeste impact hebben en die goed genoeg zijn om te starten bij Club 1. Maar wat dat vooral voor ons een luxe is het feit dat Nicky zelf bijna 2 jaar coach is geweest van Club Next. En dus zeer goed weet waar dat de jongens doorgaan in hun ontwikkeling. Mm-hmm. En dus daar ook rekening mee kan houden. En ook richting Club Next, U23, zeer goed weet waar dat... Robin doorgaat, Robin Veldman, waar dat de staf door moet, welke cascade dat er soms is vanuit Club 1 richting U23, richting U18, et cetera. Dus dat versoepelt heel de samenwerking gewoon. En niet alleen Nicky, ook Haik en ook Michiel en Wouter en iedereen die in de A-kern zit, komt uiteindelijk op een of andere manier wel via Next daar terecht. Ja, het is ook het feit dat al die jonge belofte spelers in 1B kunnen terechtkomen, dat is een ongelooflijk godsgeschenk gebleken uiteindelijk. Hè. Want daar ga je echt wel tegen die zware mannen spelen van Deinze, van La Louvière, noem maar op. Dus dat kweek je ook als jonge man, denk ik dan. Ja, dat is een primordiaal onderdeel van de ontwikkeling van jonge spelers bij 1A-ploegen. Of toch de 3 dat er nu in 1B spelen. Dat is primordiaal, omdat je closed de gap tussen jeugdvoetbal en eerste ploeg voetbal. En pas op, die gap is nog groot hoor, van U23 naar een eerste ploeg, à la club. Maar de brug, de gap is veel kleiner geworden. En daar speelt je voor de knikkers, of je speelt alleszins tegen ploegen die voor de knikkers spelen, ofwel voor promotie, ofwel tegen de degradatie. En dat is een ongelooflijk leermoment voor die jonge gasten. Want leren winnen, of een match leren doodmaken, is ook een vorm van ontwikkelen hè, voor die jonge gasten. Als ze dan een jaar later in de eerste ploeg staan, moeten ze dat ook kunnen. Mm-hmm. Ja, wat je voelde wel, dat we soms zo van die zure punten kwijtspeelden, minuut. Ik denk bijvoorbeeld aan de Youth League recent, 2-3 wedstrijden na elkaar, minuut 96, paf, gelijk. Ja, dan dat is zot, maar wij voeteren dat erop echt als fan, want tjoe toch, net niets. En hetzelfde voor 1B, dus ik denk wij als fans leven ook veel meer mee met Next dan dat het geval was met de belofteploegen van 5 à 10 jaar geleden. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, Thibaut, maar bij mij was bij mij is dat zo. Is effectief. En zeker ook omdat dat... Ja, 1B komt ook gewoon op tv. Dus dat is gewoon zoveel vlotter en gemakkelijker om die highlights desnoods te zien of een keer een wedstrijdje mee te pieken van die gasten. Dus dat helpt allemaal, hè, natuurlijk. Ja, dat is ook logisch. Hè. Het is een elftal van Club Brugge, die ook als doelstelling heeft om het zo goed mogelijk te doen op verschillende vlakken. Hè. Winnen, maar ook ontwikkelen. Dus het is ook een superleuk merk, een heel leuke brand. Het trekt aan om er betrokken bij te zijn, denk ik, als clubsupporter. En we merken dat zelf ook, dat er wel wat vragen komen, dat er meer interesse is, dat er ook wat meer wordt gekeken live in het stadion naar Club Next. Dus we merken dat zelf ook wel en dat is heel fijn. Top. Mm-hmm. Toen je Bart en Vincent, je zat daarmee rond de tafel bij het begin van de Next-periode, welke zijn zo'n beetje de specifieke doelen op korte en middellange termijn dat zij vooropgesteld hebben? Is dat puur resultaatmatig of is dat zelfs uitgebreider dan dat? Het is al even geleden. Maar het eerste punt was zeker niet resultaatmatig. Als je spreekt over
wedstrijden winnen en klassement. Nee, het resultaat was, zoals ik al zei, zoveel mogelijk kwaliteitsvolle spelers naar de A-kern brengen. Er zijn ook geen quota of wat dan ook. Wij, als de spelers niet goed genoeg zijn voor club, dan gaan ze niet naar de A-kern, simpel. Dus als dat er een jaar nul zijn, dat zijn er een jaar vier, dat hangt er vanaf over de kwaliteit van de spelers dat er geraken. En dat gaat ook niet over afleveren of wat dan ook, dat gaat over spelers hun eigen ontwikkeling. Hè. Het zijn zij die het moeten doen. Dus dat was een objectief. Anderzijds ging het erover ook om de academy, dus de U9 tot en met de U18, laten we zeggen, om die verder te gaan intensifieren in individuele ontwikkeling van de spelers en ontwikkeling van de coaches. Dus dat was wel een doelstelling op zich. En de brand, het merk Club Next, verder te gaan uitbouwen en de sites optimaal te gaan gebruiken. Dat waren eigenlijk de doelstellingen. Natuurlijk, ja, je werd bij Club Brugge, je speelt bij Club Brugge. Er wordt ook wel verwacht dat je een bepaald resultaat haalt in het klassement, om het zo te zeggen. Dus wij proberen ook, je begint geen wedstrijd in 1B met het idee, vandaag als we nu verliezen of winnen, maakt het eigenlijk niet uit. Nee, dat is niet Club Brugge. Wij proberen elke wedstrijd winnend af te sluiten. Natuurlijk, met de nodige realiteitszin, hebben die spelers door de week überhaupt kunnen trainen met ons, of waren ze op international break, zoals deze week. Onze jongens komen donderdag terug en we spelen vrijdag tegen Eupen. Ja, dat is een andere week dan dat je een hele week kan doortrainen, want die andere 1B-clubs kunnen dat wel. Dus ja, daar zijn we natuurlijk wel rationeel in, maar geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt dat we vrijdag en alle andere wedstrijden niet winnend willen afsluiten. Ja. Mm-hmm. Nee, en ik kan mij ook inbeelden dat ze ook een soort voetbal verwachten. Bijvoorbeeld Vincent en Bart toen, dat ze gezegd hebben van kijk, wat dat wij willen produceren voor het A-aftal qua voetbal, identiteit, ja, dat moest bijna gekopieerd worden bij Next waarschijnlijk ook. En bij Wiley, zelfs bij uitbreiding. Well, dat is wel geëvolueerd gedurende de periode dat ik er werk. En nu is er een heel grote focus op de herkenbaarheid tussen het voetbal van A-kern en Next te gaan brengen. Dus daar is ook een grote vorm van herkenbaarheid. En we proberen dat ook zoveel mogelijk, ik zou niet zeggen te kopiëren, maar te implementeren. Natuurlijk zit dat altijd met de nuance. Je zit met een heel andere soort spelers, een heel andere kern. Je zit met jonge gasten. Dus dat heeft allemaal invloed op hoe dat je finaal speelt. Maar het is wel de bedoeling om zoveel mogelijk gelijkenissen te zien bij Next als bij deze ploeg. Ook weer met als doel om die spelers makkelijker te kunnen inpassen. Ja, dat faciliteert het. Op het hoogste. Dat is ook weer het enige doel waarom dat we dat doen. Mm. Ja, maar kan ik wel zeggen dat sinds uw aanstelling, dat die lijn tussen de A-kern en Club Next nog dunner is geworden. Allee, ik heb het alleen maar over als zij de voorbereidingen en zo, dat is de ganse Next-spelers worden er altijd in mee ook in meegenomen. Dat zijn zo van die kleine zaken dat ik denk, ja, daar doen we wel goed werk. Maar dat is ook mijn functie, om wat te bewaken. Maar ook daar is dat weer het werk van veel mensen. Je zit daar met een talentcoach die tussen de twee teams, dus die de verantwoordelijkheid heeft over talenten tussen de twee teams. Je zit daarmee de mensen van sport, Davy Maarten, de performance teams, die ook waken over de integratie en de ontwikkeling van jonge spelers richting de A-kern. Dus dat is eigenlijk zijn we een team van mensen allemaal binnen de verschillende departementen die daar samen over waken. En uiteindelijk willen we het beste voor de speler en voor de club. Dus vrij snel hakken we daar keuzes door die finaal moeten renderen. Mm-hmm. Ja. En dan moeten soms puzzelstukjes ook goed vallen. Hè? Zoals bijvoorbeeld het verhaal van Seis, die dan de Supercup mag starten omdat de Kuiper terugkomt van het EK, die Meijer niet fit is. Ja, dan, maar dat zijn wel de mooie verhalen uiteindelijk. Ja. Maar vaak, regelmatig is het toch zo dat als spelers hun carrière begint omdat er iemand uitvalt op hun positie, wat een international was, en dan tonen zij zich op het hoogste niveau. En niet alleen Joe, ook Amin. Die speelde tegen Union. Dat was ook een mooi moment. En die staan er ook gewoon omdat ze dat verdienen en dat kunnen op dat moment. Ja, ik denk een Talbi vandaag is in de piekorde. Misschien zelfs een Mika Skoras voorbij. Nicky moet dat bepalen natuurlijk. Maar het is toch knap. Dat is zo
Hij is ook van de Rodienne, Thibaut, dus van bij ons. Ja, dat is toch leuk om te zien dat zo'n Talbi nu soms verkozen wordt boven een Skorras om in te vallen. Ik vind dat echt mooi om te zien. Maar het is alleszins goed dat je als club, als staf, de keuze hebt om verschillende profielen in te brengen. En ja. Is dat iemand die dat gehaald is via een transfer of iemand die via uw academy komt, aan zich maakt dat op dat moment niet uit. Maar ja, ze zijn er nu, dus ze zijn inzetbaar. En Chems heeft ook al zijn waarde bewezen. En hij gaat dat zeker nog doen de komende jaren. Er is een bepaalde... We zeggen vaak van, Anderlecht heeft meer... talenten ter beschikking, omdat dat in Brussel is. Hoe pakken jullie dat aan om ook wel die gap te verkleinen? We doen het nu al, maar qua jeugdscouting en infrastructuur, hoe kunnen jullie zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor die talenten uit andere steden? Dat is een hele goede vraag, hè, want geografisch gezien zijn we natuurlijk benadeeld. We liggen in West-Vlaanderen. Aan de ene kant hebben we Frankrijk, aan de andere kant hebben we de Noordzee. Dus Anderlecht... Maar ik denk ook aan Gent, Antwerpen. En die liggen veel centraler, dus daar zijn gewoon veel meer inwoners, dus per definitie ook meer potentiële voetballers. en hoe dat we dat hebben aangepakt, is om ons daar niet bij neer te leggen, maar door de Next Cities te gaan oprichten. Ik denk een zestal jaar geleden. Waarbij dat je dus eigenlijk op de allerjongste leeftijden, U9, U12... trainers, velden en spelers hebt van Club Brugge in Brussel en in Antwerpen. Dat is geweten, iedereen weet dat, we hebben daar ook al interviews over gegeven. Waarbij dat je dus eigenlijk die jongens in hun thuissituatie kunt houden, op school kunt houden, maar die wel spelen onder de vlag van Club Brugge en met onze opvolging en met onze spelfilosofie. Daarbij. En op woensdag en zaterdag dan komen ze naar Jan Breidel. Dus op woensdag kunnen ze na school naar Jan Breidel rijden en dan op zaterdag spelen ze dan de wedstrijd voor de match. Samen met de jongens die wel, want het is ongeveer, ik denk dat 60-40 is. Dus als je één elftal hebt, U10, 60% zit in Brugge, 40% zit verspreid over Antwerpen en Brussel. Die komen dan samen, maakt 100% en dat is dan je ploeg. En als ze dan 13 jaar zijn, dan kunnen ze op internaat komen in Brugge. En dan kunnen ze uiteraard wel uit hun gezinssituatie weg. En zo proberen we te concurreren met de clubs daar lokaal. En die jonge jongens vinden dat niet bizar, tussen haakjes om, ze zijn opgegroeid in Antwerpen, dus misschien fan van Beerschot of Antwerpen, om zo plots met die Club Next, club is natuurlijk nationaal super dominant, maar vinden zij het niet vreemd? Nee, ze zijn eigenlijk heel trots om dat te kunnen dragen, om die badge te kunnen dragen, die kleuren te kunnen dragen in die omgeving. Als je gaat kijken naar een van onze partnerclubs, City Pirates in Antwerpen, in Maxim, daar heb je ook gewoon boarding van Club Next, all around. Dus de jongens worden al van in het begin meegenomen in die ideologie van Club Brugge. Enfin, ideologie. In de brand Club Brugge. In de brand. dus dat maakt ook, het maakt het ook gewoon gemakkelijker om daarna de transitie te maken naar Jan Breidel. Hmm. Hoe verloopt die samenwerking eigenlijk? Hoe moeten we dat eigenlijk zien? Wat is zo wat de deal tussen aanhalingstekens tussen Club Next en City Pirates? Wel, wij maken gebruik van hun infrastructuur. Dus de velden en kleedkamers die zij daar hebben, die mogen wij gebruiken. Zij houden ook een ogen in het zeil in de regio voor wat betreft scouting op de lagere niveaus, gewestelijk, provinciaal, etc., waar wij niet per se altijd zelf scouten. Dus daar ondersteunen zij ons mee. En wat wij teruggeven aan hun is know-how. En ook een paar keer per jaar talent days waar ook onze coaches aan deelnemen met hun speertjes, et cetera. Maar dat is eigenlijk die partnership bestaat al enkele jaren, maar dat is zeer organisch gegroeid. Er is een heel goede verstandhouding tussen ons en die club. En ook in Pamel, overigens, waar we dezelfde werking hanteren. Dat zie je gewoon dat we echt elkaar proberen te helpen, waar dat we kunnen. Binnen de mogelijkheden, maar allebei wel onze identiteit willen behouden. City Pirates heeft dat als doelstelling, Club Brugge heeft dat als doelstelling. Maar samen, als we elkaar kunnen helpen, gaan we het zeker doen. Dat is een mooie samenwerking. Allee, lijkt me toch eentje om verder te bekijken. Een vraag waar dat je misschien niet op gaat willen antwoorden, omdat, ik snap het wel.
Maar zitten er vandaag de dag nog spelers in de wachtkamer daar bij Next? Allee, ik denk dan zo spontaan aan een Furo. Wij als fans zien die dan elke week een pot of twee maken. Ja, dan denken we natuurlijk van, oef, amai, zit weer een goeie aan te komen. Maar we mogen natuurlijk, wij weten ook natuurlijk, we mogen er niet te rap mee zijn. Wel, maar hey, waar ik wel op wil antwoorden, is dat je niet bij Club Next speelt, tenzij dat er een geloof is in jou, om door te stoten naar Club Brugge of profvoetbal, minimaal, maar liefst naar Club Brugge. Dus daar zitten ontegensprekelijk talentvolle jongens in die club, of in die ploeg, die kans maken om door te groeien naar Club 1. Nu, om er een paar te gaan opnoemen, dat ga ik zeker niet doen. Dan raad ik alle die nu aan het luisteren zijn om te komen kijken in de nest en om zelf een oordeel te vellen. Maar er zijn er absoluut. En dat kan, dus, en ze hebben verschillende leeftijden ook. Hè. Je hebt jongens van 2008, je hebt jongens van 2004, 2003. Dat is het mooie eraan. Dus er zit een gigantisch leeftijdsverschil tussen die jongens, zelfs in die ploeg, die allemaal in hun eigen traject zitten, heel verschillend van elkaar, met het doel om daar te geraken. Ja, want we horen vaak klanken van oké, Furo moet erbij, want het is soms een beetje moeilijk, die spitspositie bij Club A. Maar ik ben meer van mening van, laten wij die jongen even niet verbranden. Laten wij die jongen even next seizoen uitdoen en dan zien we wel richting volgend seizoen. Maar dat is typisch, als er een probleem is in een bepaalde positie bij Club A, dan denkt iedereen van, ja, maar die jongen scoort aan de lopende band bij next, dus die moet erbij komen. Terwijl dat ik denk van, ja, misschien zou het hem geen goed doen om op de bank te zitten bij Club A. Well, maar dat is altijd tweeledig. Hè? Voor zo'n jonge jongens, als Kay en als eigenlijk heel de ploeg, is het gewoon belangrijk dat die gasten gemiddeld gezien genoeg speelminuten maken. Dat is eigenlijk primordiaal in hun ontwikkeling. Of dat ze die minuten maken in de Challenger Pro League, in de Youth League, met Club 1 hopelijk, of in oefenwedstrijden. Ja, aan zich moeten wij waken over hun minuten. En ja, kijk, we kunnen alleen maar blij zijn als er beroep wordt gedaan op onze jonge talenten in de hoofdmacht. Dat is ook waar we het voor doen. En wat dat gezegd, Matthias, is ook ergens waar. Dat is ook wat dat we onszelf, die afweging maken we continu binnen Club. Binnen Club, binnen Next en de transitie naar Club 1. Moet je ze brengen om ze aan een hogere intensiteit te laten blootstellen, om ze beter te maken? Of moeten ze eerst excelleren bij de U23 voordat je ze brengt? Dus die discussie die zal altijd gevoerd worden. Ja. Mm-hmm. En er zullen altijd verschillende meningen zijn, maar dat is ook heel afhankelijk van de speler. Ja, dat is heel specifiek. Sommigen wel, sommigen niet. En dat is dus hetgeen waar je als geheel continu over moet spreken en moet meten. Dus daarom hebben we ook zoveel performance-experts in huis, zodat we die beslissingen ook gewoon gedragen kunnen gaan maken en niet op de emotie gaan beslissen. De Ketelaar is een fantastisch voorbeeld. Hè? Hij excelleerde niet bij Next, maar hij excelleerde meteen bij Club A. Wat is de uitleg daarvoor? Moeilijk. Nee, nobody knows. Moeilijk meetbaar. Allee, dat is niet... Misschien is dat ook gewoon het juiste geweest voor Charles om op dat moment blootgesteld te worden en hem die kans gegeven te hebben om... Je moet nu of je gaat verdrinken en hij heeft het gepakt. En het is een Europese topspeler geworden. Ja, en dat is elke speler evolueert op zijn eigen manier. Hè. De Kuiper, die moest dan eerst twee seizoenen bij Westerlo knallen, vooraleer dat hij dan terugkwam naar Club. Ja, dat zijn ook mogelijkheden hoe dat kan. Hè, soms. Maar dat het is voor ons... Wij proberen daar ook uit te leren, of wij leren ook uit dat soort verhalen, of dat soort trajecten al sinds. Dus als je kijkt naar Charles en zijn waarden als hij 16 was, oké, die waren dan later zo bij de eerste ploeg van Club Brugge. Wat betekent dat voor onze 16-jarigen? Welke waarden moeten zij halen? Wat als ze die niet halen? Kunnen ze dan Club 1 nog halen? Ja, nee, dus we proberen daar ook enorm veel uit te leren. En dat komt ook omdat we veel meer data gedreven gaan werken nu. Dat we die informatie, die data dat we nu vergaard hebben de voorbije jaren, kunnen gaan benchmarken tegenover elkaar. Maar het geloof zit ook sterker als ik zie Sissa Sandra. Ik neem dat misschien 5 jaar geleden, dat
Club Next misschien, of Club Toucourt, had gezegd van oké, Sisse, sorry, maar we gaan het hierbij laten. Terwijl ik nu het gevoel heb van oké, we laten die bijtekenen, we lenen die uit. We gaan verder, heb ik de indruk, in het proberen om die toch te laten openbloeien op een bepaalde manier. Het zij via uitleenbeurt, het zij via iets anders. Ik zou niet zeggen dat we daarin verder gaan dan vroeger. De tijden zijn ook veranderd. We hebben nu ook de mogelijkheid om wat te doen. Met Next en met de loan structures die wat anders zijn dan enkele jaren geleden. En effectief, het feit dat het gelukt is met enkele spelers is ook gewoon een mooi voorbeeld. En je moet ook gewoon de juiste club kiezen, het juiste traject kiezen, vertrouwen hebben in waar ze terechtkomen, dat ze daar ook effectief gaan spelen, dat ze daar ook voetbal spelen dat bij de speler past. Dus dat zijn allemaal zaken die daar continu in ontwikkeling zijn. Dus ik zou niet zeggen dat er meer geloof is in dat soort spelers of dat soort profielen, maar het is gewoon het traject dat anders is. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Een andere manier waarop er ook op gewerkt wordt de afgelopen jaren, ook mede dankzij dat we in 1B terecht zijn gekomen, is het halen van buitenlandse talenten. Ik denk dan aan Sila, Ordóñez, Yameogo, Granados enzovoort, zo die gasten. Ja, dat is toch ook een heel andere manier van werken geweest of geworden tegenover vroeger. Dat werd toch minder of bijna nooit gedaan, denk ik dan. Ja, en dus de reden waarom dat je die spelers kunt halen, is ook effectief het 1B-project. Want je kunt die spelers niet halen met het project. Je gaat zitten op de bank bij Club 1 en je gaat niet voetballen. Toch niet als ze pas toekomen. Of anderzijds, je gaat op maandagavond, met alle respect, een beloftecompetitie spelen. Dus die jongens zijn haalbaar grotendeels door 1B, maar ook door ons integratieproject richting Club 1. Hè. Dus ja, die jongens, dat heb ik denk ik ook al eens een paar keer gezegd, wij halen enkel een buitenlandse speler als wij van mening zijn dat we die in onze eigen academy niet hebben of in België niet kunnen halen. En dat ze effectief de top moeten ambiëren of moeten kunnen halen. Anders halen we... Hoe belangrijk was zo'n Jesper daarin om die next step te doen van oké, we gaan die Granados halen en die Yameogo, was hij een zeer belangrijke schakel daarin, op vlak van scouting? Ik denk dat de functie heel belangrijk is, dat er daar ook autonomie is voor alles wat dat Club Next en jonger is, tot en met de UNE. Dus dat we daar een head of scouting en recruitment hebben, dus die rol is primordiaal, die eigen scouts aanstuurt, die ook rechtstreeks integreert met de A-kernscouts. Dus dat is onderdeel van één groep. Anders werkt dat ook niet. Jesper als persoon, ik heb het net al gezegd, heeft uiteraard een impact gehad. Zijn drive, zijn gigantische passie voor het voetbal. Het feit dat hij de dossiers ook gewoon door en door kende, de spelers door en door kende, en dat kon vertalen richting wat Club Brugge nodig had, was uiteraard belangrijk. En is nu ook belangrijk bij Jordi, dat daar nu zit. Jordi Montaar zit daar nu bij Next. Die heeft Jesper opgevolgd. En dat zijn twee jonge gasten die gebeten zijn door het voetbal en die Club Brugge willen beter maken. En dus die gaan exact op dezelfde manier als voor Club A naar het buitenland de entourage gaan overtuigen, de families, de clubs, de speler. Dus dat is eigenlijk, op misschien een ander niveau, maar toch wel een beetje hetzelfde als voor Club A, qua aanpak. Ja, absoluut. Dus met het verschil dat je iets minder buitenlandse spelers gaan moeten spreken, omdat je echt wilt gaan naar die ene die je niet hebt in je academy. Maar je moet er daarvoor wel een heel aantal zien, gedurende het jaar, om er te kunnen overtuigen om te komen. Dus dat is eigenlijk quasi een gelijkaardige werking als zij het op een verdere schaal. Ja. Maar de onderhandelingen en zo, dat zit wel bij Club A. Dat is wel zij die budgetbeheer zijn. Of is dat op voorhand afgesproken, dit seizoen, jullie krijgen deze pot en jullie onderhandelen en doen daarmee wat jullie willen? De onderhandelingen voor Spelers Next, die vallen onder mijn verantwoordelijkheid. Ja. Het budgetbeheer, dus de contracten ook, alleen de totale waarde van de investeringen die we gaan doen in een seizoen, zijn uiteraard in volledige samenspraak met CFO, CEO en sports directors. Maar ook elk dossier next wordt overlopen met voorgenoemde mensen.
Dus dat is een hele logische transitie. Maar net daarom is er een CEO Next, zodat Davy en Bob en Maarten en Nicky, en Lakes, die gesprekken niet moeten voeren met jongens van 15, 16 jaar uit Spanje en uit Noorwegen. Dus daarom hebben we die rol ook. Ja, dat is ook zo. Alleen natuurlijk 4 miljoen smijten op een Joel Ordóñez. Ja, ik kan me inbeelden dat Club A daar zich een klein beetje mee moeit. Want dat is toch wel een heel serieuze investering. Ja, maar dat is bijvoorbeeld anders. Want Ordóñez, Nusa, Silla, dat zijn echte A-kerntransfers. Dus ja. Ik wil niet te veel in detail gaan, ook niet. Dat is ook onze interne winkel. Maar dat zijn jongens die gehaald zijn met het idee, die gaan in de A-ploeg spelen en die gaan daarna doorontwikkelen. Ja. Maar gezien hun achtergrond of hun potentieel concurrentie, moeten ze nog minuten maken bij Next. Dat is eigenlijk nog een ander verhaal. Ja, terwijl als je Tobias Lund-Jensen gaat halen op zijn 15, dat is helemaal anders. Dat is een toptalent in Europa die nog jeugdvoetbal moet spelen. Dus dat is een Next transfer. Om het te maken. Het is uiteindelijk allemaal Club Brugge en het gaat erom dat wie dat verantwoordelijk is voor welke rol. En Campbell, situeert hij zich dan in het eerste of eerder in het tweede? Of daartussenin? Stel de vraag aan jullie. Wat plaats jullie? Goed gedaan. Ik heb hem nog te weinig bezig gezien. Ik heb wel zijn goals gezien en dat ziet er veelbelovend uit. Ik zou denken dat toch eerder het eerste is, denk ik. Qua investering en qua allee, het is echt een ongelooflijk talent van Zuid-Afrika. Dus ik zou zeggen eerder Club A, denk ik. Dat is mijn gevoel. Volgens mij is het bij die jongen vooral het waar Club Next heel hard gaat moeten helpen, is het professionaliseren van het voetbal. Zijnde voor hem ook om van zijn voetbal echt zijn job te maken. Aanpassing naar het Belgisch voetbal en het wat professioneler worden of zo. Dat lijkt mij dan waar dat Next heel belangrijk gaat zijn voor hem. Ja, absoluut. En dat is ook waar je alle ruimte en middelen voor hebt bij Next om zo'n jongen goed te omkaderen. En om hem ook gewoon te laten voelen, hem te laten ervaren wat het is om een keer op je gezicht te gaan. Om een keer tegen een muur te lopen. Je mocht niet onderschatten, die jongen komt uit Zuid-Afrika, die reed daar links, komt hier in België toe, heel nieuwe wereld, moet hij rechts rijden. Dat soort de supermarkt, het eten, het weer, dat zijn allemaal zaken die die hebben meegespeeld in het begin. En Shandray is, zoals jullie zeggen, een ongelooflijk talent. Die in de eerste 3 maanden al heeft laten zien dat hij enorme stappen kan zetten. Hij heeft ze gewoon al gezet op vlak van integratie, op vlak van mindset. En dat is ook de reden waarom we hem hebben laten gaan naar een toernooi in Zuid-Afrika, of een toernooi met Zuid-Afrika. Om hem ook niet volledig af te sluiten van waar hij vandaan komt, en om hem ook dat geluksgevoel te geven. Hij is daar ook player of the tournament geworden. Hij is dan teruggekomen met een vernieuwde energie, en is dan beginnen die doelpunten te maken met Next. Veelbelovend dus. Hierbij gaan we het hoofdstukje Next even naast ons neerleggen. We zijn de club waar je... Ja, maar 50 minuten bijna. Ja, we zijn al 50 minuten onderweg. Dus we gaan het hoofdstukje Club Wiley ook aanvatten. Zijn ze ondertussen helemaal ondergedompeld in het vrouwenvoetbal? Want ik neem aan, dat is toch een totaal andere wereld als de mannenvoetbal? Of mag ik dat niet zeggen? Jawel. Andere wereld is de juiste term. Het is een hele andere aanpak. Ik heb ook vaak 2 petjes op als ik in 1 dag werk voor Next en YLA. Dus ik ben helemaal mee. Ik heb het gevoel dat ik helemaal mee ben. Ik zit ook in enkele commissies. Vrouwenvoetbal. We hebben ook een WhatsApp-groep met heel de Super League samen, waarin we discussiëren over ontwikkelingen voor het vrouwenvoetbal. Dat is natuurlijk heel anders, want daar zijn we veel meer bezig met de ontwikkeling van de sport aan zich. Iets wat dat in mannenvoetbal niet gebeurt. Die sport staat, loopt. Je moet nu rekening houden met zaken als diarakkees, et cetera, maar de sport aan zich staat. Bij het vrouwenvoetbal hebben we het gevoel dat er nog heel veel ontwikkeld kan worden en mag worden. Mm-hmm. Oké. Kunnen we zeggen dat vorig seizoen met die bekerwinst, dat is het absolute summum, denk ik dan, voor Club YLA, voor jou persoonlijk ook. Michel was er ook bij, speciaal voor die wedstrijd. Hoe heb je dat beleefd eigenlijk, die bekerwinst? Het was fantastisch, omdat het ook de eerste of de enige prijs is die mijn papa nooit gewonnen heeft. Ja, klopt. Die heb ik op mijn palmares gezet en dat heb ik hem ook meermaals aan doen herinneren.
Nee, maar het was ook daar weer een ongelooflijke apotheose voor heel veel mensen, dat er al heel veel jaren voor aan het werken zijn. Iedereen die nog van Club Brugge Vrouwen is doorontwikkeld naar Club YLA. Ook daar de brand erachter, de strategie erachter, die fenomenaal is. Die is geweest enkele drie, vier jaar geleden om dat op te starten. Met dan nu die beker, wat dat nooit een doelstelling op zich geweest is, maar meer een resultaat van duurzaam en rustig ontwikkelen. Was een heel mooi moment. En ik moet zeggen, die beker zijn we echt gaan halen. Dat is wat ik altijd zeg. We zijn die echt gaan winnen, omdat natuurlijk OA Leuven is de top in België. Hè. Stond op alle vlakken verder dan wij. Speelde thuis. We hadden ook net een trainerswissel gehad. Alle bookmakers zullen op Leuven hebben ingezet. En dus wij zeiden van, kijk, we gaan ons daar niet door laten doen. Dus we hebben gedacht, oké, hoe kunnen we als underdog een wedstrijd winnen? We hebben daar ook heel wat research naar gedaan. Dat bleek dan te zitten in voorbereiding op de wedstrijd, data-analyse, stilstaande fases, verdediging als blok. Dus daar hebben we heel hard op ingezet. We hebben gebruik gemaakt van de data-analyst van Club 1. We hebben gebruik gemaakt van de video-analyst van Next. We hebben heel wat mental sessies gedaan. We zijn op afzondering geweest. We hebben heel wat speeches gegeven, et cetera, et cetera. Om dan uiteindelijk, na de eerste helft, kunnen 3-0 achterstaan. Dus sta je dan met al je voorbereiding, puur van de zenuwen, puur van de stress. Ja. En dan heeft onze staf aangegeven van, kijk, in tweede helft kunnen we nu gewoon doen waarvoor we getraind hebben. En dan gaat het lukken. En effectief, we zijn er overgegaan. Fysisch, tactisch. We hebben die goal gemaakt op de juiste momenten. We zijn rustig gebleven in die verlengingen. En we hebben die penalties supercool binnengetrapt. En ik kon me echt... Hey, dat was een gigantische voldoening, omdat die zijn we echt gaan halen, die bekerwinst. Ja. Jullie hebben geen gebruik moeten maken van die Al Pacino-video tijdens de rust of zo? Nee, dat hebben we niet gedaan. Okay. Dat kan. Ja, dat is een mooie stap. En hoe kan in het algemeen het vrouwenvoetbal eigenlijk in België nog stappen zetten dan? Of wat zijn zo de kleine stappen die misschien gezet kunnen worden om het toch nog professioneler, beter te maken? Ik denk dat vrouwenvoetbal wel al vrij professioneel is. Het enige lastige is dat je nu zit met een disbalans tussen semi-profteams en profteams. Dus denk ik met 4 prof en 4 semi-profteams. Dus ja. Ja, je rijdt daar op een andere snelheid. De investeringen zijn ook heel verschillend. Dat is 1. 2. Het aantal teams in de league is nu te beperkt. Je hebt er maar 8. Dan moeten er minstens 10 zijn, in my opinion, om een competitieve competitie te hebben en om ook aantrekkelijk te zijn voor buitenlandse speelsters. Of voor je eigen talentvolle speelsters, dat ze niet meteen naar Nederland gaan of Duitsland. Mm-hmm. Dus die stappen. Anderzijds ben ik ook een grote voorstander van een gezamenlijke soort sponsor voor de teams. Zoals dat je ziet in Frankrijk in de beker bij de mannen, denk ik dat alle clubs, waaronder ook PSG, al een jaar lang met dezelfde sponsor hebben gespeeld. Ja, klopt. Zoiets, dat zijn zo wat initiatieven die dat we proberen te ondersteunen vanuit club. En ook vanuit Club YLA dan, proberen we heel veel in te zetten op gelijkheid, op belang voor vrouwelijk ondernemen, een rol in de maatschappij en gewoon een grote toegankelijke community te creëren rondom dat vrouwenvoetbal. Dat is nu de plek waar je het nu nog kunt doen. En waar dat er gewoon heel veel ruimte is voor initiatief. Waar zitten de grootste verschillen tussen YLA en OHL en Anderlecht, die zo'n beetje de twee meest toonaangevende vrouwenvoetbalploegen zijn in België? Is dat puur budget-wise? Het zit hem ook in de ambitie ergens. Dus ik denk dat Anderlecht spreekt voor zich, Standaard ook. Zij ambiëren de landstitel. Leuven ook, maar hebben ook een sterke connectie met Roy Duivels, of met de Red Flames, sorry. Mm-hmm. Ja. Als zijnde een... Opletten wat ik zeg. Een hoofdleverancier, mooi woord. Een hoofdleverancier, ja. Een zijtraject richting de Flames. Waarbij wij bij Club, ik zeg het, heel erg inzetten op die community, inclusie, maar ook op het halen van die play-offs. En eens dat we in de play-offs zijn, eens dat we in het bekertraject zitten, willen we het zo goed mogelijk doen.
Dus waar zit dat verschil? Het verschil zit erin dat wij dat niet per se als einddoel hebben. Wij willen ook heel veel inzetten op onze eigen jeugd. 50% van de A-kern squad is eigen jeugd bij YLA. Dat willen we blijven behouden. Dat is belangrijk voor die verbinding. En ook gewoon het feit dat die clubs dat al vele, vele jaren langer doen dan ons. Mm-hmm. Ja. Dus mm-hmm. Ja, het is eigenlijk het is een strategische keuze. Mm-hmm. Dus eigenlijk het doel van dit jaar van YLA is, het belangrijkste is dus, zoals ik het kan horen, wel mee competitief zijn in de beker, die play-offs halen, en dan zien we eigenlijk wel waar dat we weer belanden, net zoals vorig jaar. Ik zou niet zeggen, zien we wel. We moeten die play-offs halen. En eens dat we die play-offs zijn, willen we zo sterk mogelijk zijn en willen we ook elke wedstrijd winnen. Dus dat is natuurlijk een... Dat maakt een herevaluatie. Zien we wel, dat is niet Club Brugge zijn stijl. Mm-hmm. Of haar stijl, het gewoon van YLA. Maar we moeten nu als eerste target die play-offs halen. En als ander target gaan winnen op Anderlecht in de beker. Om onze beker te bedoelen. Ja, we hebben net standaard Femina verslagen met 4-3, dus toch, dat is ook, ik vond dat wel best straf qua prestatie. Ja, het was ook echt verdiend. Steeds terugkeren ook van die gelijke stand, hebben ze heel goed gedaan. Heel belangrijk ook voor ons, die overwinning. En nu moeten we daarop verder bouwen. Nu moeten we absoluut door de komende week. Is dat wel iets dat naar de toekomst toe, 2, 3, 4 jaar, dat wel... meer en meer doelstelling gaat worden om toch mee te doen met, voor de titel en zo van die zaken? Ik denk dat is niet iets wat ik nu wil uitspreken. Mm-hmm. Time will tell. En als wij op deze manier, zoals dat we nu ontwikkelen, duurzaam en met een idee erachter blijven verder werken, en dat is als uitkomst dat we mee strijden, oké, fantastisch. Maar het moet niet omgekeerd zijn dat het doel aan zich moet zijn. Mm-hmm. Oké. Okay. Dat is mooi om dat hoofdstukje wat even neer te leggen. We gaan nagend verder met wat luisteraarsvragen, want die zijn er ook gekomen natuurlijk. Een eerste vraagje van de klokken, van op stand nummer 3. Ja, dat zijn wij niet. Dat is echt dat zijn wij niet. Dat is echt een naam. Ja, dus iemand heeft onze naam gekloond. Daarvoor dank. Zijn jullie over het algemeen tevreden over de opkomst bij YLA en Next wedstrijden? Hoe wensen jullie nog meer volk te lokken in de toekomst? En daarbij ook een bijvraagje. Ja, dit seizoen is er heel veel overlap, bijvoorbeeld al tussen Club A en Club Next, aangezien Club veel op zaterdag moet spelen. Dat is waarschijnlijk ook heel frustrerend dan voor Next zijn. Frustrerend zou ik het niet noemen. Ik zou het eerder realistisch noemen. De clubsupporters hebben heel veel wedstrijden. Jupiler Pro League, Crocky Cup en Champions League. Dus het is vanzelfsprekend dat het niet makkelijk is om ook nog naar Next te komen. Plus, het ligt wel een eind verderop. Hè. Het ligt in Roeselaar. Dus dat frustreert eigenlijk niet. We proberen wel zoveel mogelijk jonge supporters, mensen uit de regio, Roeselaar, aan te trekken om naar Next te komen kijken. Ook omdat de Nest zich leent tot wat meer teambuilding events. De hospitality bevindt zich op 1 verdiep. Dus iedereen kan met elkaar connecteren als dat nodig is. We proberen ook veel in te zetten op, zoals ik al zei, op de jongere fans. Met Springkastelen en de Berens. Club 1 doet dat ook. Maar ja, dat is dan meer voor de mensen uit de regio misschien. En als ik dan kijk naar... Goed, uiteindelijk... zijn we er ook wel in geslaagd om voor bepaalde wedstrijden richting de 2000 fans te gaan. En dat is denk ik hetgeen waar we met YLA en met Next op moeten focussen. Dat zijn die evenementiële momenten. Van oké, we spelen nu tegen de Futures op 6 december. Het is Christmas periode. Hoe kunnen we de fans naar de Nest krijgen op die vrijdagavond om er een leuke topper van te maken tegen Anderlecht? Vaak is het woord Anderlecht al genoeg om veel clubsupporters naar het stadion te krijgen om extra te komen supporten. Is er een verschil in het aantal fans ook? Vergeleken met vorig seizoen bijvoorbeeld, zie je een grotere opkomst? Het is vrij gelijk. Alle seizoenen dat ik er al ben, is de opkomst gelijk. In de Youth League zien we wel dat het aantal fans gestegen is tegenover het eerste jaar.
Dus dat is leuk. Dat is ook op de middag natuurlijk. Op woensdagmiddag is dat leuk voor de jongeren om te komen kijken. Oké, okay, top. Vraag van El Kazam. Wat is het plan eens het nieuwe stadion er staat en alle oefenvelden op Olympia verdwijnen? Verhuist de volledige jeugd dan naar Roeselare of is het nog steeds de bedoeling om een jeugdcomplex aan de Blankenbergse Steenweg te zetten? Wij bekijken de beste optie om onze jeugd te huisvesten. We hebben het voordeel om verschillende sites te hebben op hoog niveau nu. En wij moeten die puzzel leggen van zodra dat nieuw stadion gebouwd wordt. Mm-hmm. Want het is nu zo dat op de Olympia zitten, daar wordt nog altijd vanaf U6 tot U18, vermoed ik, gevoetbald ofzo? Nee, dus op Olympia is het U9 tot en met U14. Oké. Okay. In de Nest in Roeselaren is het U15, U16. Mm-hmm. En in Basecamp is het U18, U23. Oké. Okay. Ja. Ja. Oké. Okay. Moet je door. Dan heb ik nog een vraagje van voetbalmakelaar Jacques Sabiti binnengekregen. Persoonlijke vriend van mij ook. Wanneer zal Amengue zijn debuut maken in de Jupiler Pro League bij Club A? Nu dat is zijn vraag. Nu zit ik mijn joker in. Sorry, Jacques. Nee, maar... Allee, dat is... hij heeft zijn debuut gemaakt in 1B. Hè? Klopt. Dus dat is al een, wat al goed is. En ook in 1B. Dus dat is een goed begin. En nu moet hij proberen om te werken aan zijn ontwikkelingspunten. En om vooral zijn kwaliteiten te tonen. En op termijn titularis te worden bij Next en dan door te groeien. Maar het is een zeer fijne kerel om in te hebben. Want voor de verduidelijking, Jacques is een collega en vriend van mij en hij spreekt elke dag over Naïm Amengue. Hij zegt dat hij de grootste toptalent in wording is, dus ik pak hem op zijn woorden. Dus voilà, jij bent heel benieuwd, Matthias. Ja, want ik zeg het, hij haait mij daar wekelijks mee al een tijdje, dus ik ben gevaarlijk. Benieuwd. Dat is altijd gevaarlijk. Maar bon, goed. Laatste luisteraarsvraag is eentje van Patrick Dirks. Matthias, ik denk dat jij die wel kent, ja, Patrick Dirks. Dat is mijn vader. Ja. Voilà. Welke beste tips en tricks heeft Mannaert jou meegegeven in die lange autorite samen? Dat is de vraag. Vincent heeft mij meegegeven dat je moet gaan voor wit of zwart en nooit voor grijs. Dus dat het belangrijk is om in deze rol, en in eender welke toekomstige rol, keuzes te maken, goed onderbouwd, en daar ook achter blijft staan. Niet blind zijn voor meningen of veranderende tijden, maar Vincent vond het belangrijk om mensen te hebben in zijn teams die keuzes maakten. En dat is iets dat probeer ik ook wel te doen, want dat soms echt wel heel moeilijk is in bepaalde situaties. Ja. Omdat je met heel veel verschillende variabelen zit of zaken moet rekening houden. Maar dat is denk ik zijn grootste tip geweest. Mm. Dat is een mooie. Dat is een mooie. Ja. Matthias, jij hebt nog een ideetje voor deze aflevering eigenlijk zo wat te concluderen. Ja. Hè? We hadden dat toen eigenlijk kunnen doen met Bob. We hebben dat toen niet gedaan. maar kijk, we gaan het... mee van start gaan met jou, Gillian. We eindigen eigenlijk met een nieuwe rubriek, onze Q&A, waarin dat je maximaal één joker mag inzetten op 8 verschillende vragen. We gaan die op u afvuren. Je sprak net van zwart of wit. Wel, nu moet je zwart of wit antwoorden. En zo eerlijk als mogelijk. Maar dus je mag wel één joker gebruiken als je dat wilt. En Thibaut gaat de eerste vraag op jou afvuren. Ja. De titel vieren met jouw pa, met Club in 2016 of met Standaard in 2008? Begin al. Club in 2016. Oké. Okay. Wie heb je als favoriete voetbalmentor en sidekick? Michel Prudhomme of Vincent Mannaert? Hé, hey, mannen. Ja, maar dat zijn dilemma's. Hè. Ja, dat is Q&A, dat is dilemma's eigenlijk. Vincent Mannaert.
En ik zal zeggen waarom. Omdat Vincent mij opleidt voor de rol waar ik opgeleid heeft. Was mijn baas in deze rol. Terwijl mijn vader is meer in het voetbalinhoudelijke... Privésfeer ook. Ja. Privésfeer, wat daar nu minder van toepassing is. Mm-hmm. Ik denk eentje waar dat je misschien wel je joker kunt inzetten. Wie maakt de grootste carrière? Furo, Ocon Junior, Amengai, Bissiou of Da Silva? Los van het feit dat het heel moeilijk te voorspellen is, ga ik daar geen uitspraak over doen. Jokers. Die hadden we verwacht. Okay. Wie is jouw favoriete A-kernspeler? Puur qua stijl en voetballer. En, ja. Niet als persoon, maar eerder als voetballer. Favoriet? Ik weet überhaupt niet of dat verstandig is om daarop te antwoorden, maar ik wil gewoon zeggen dat ik Brandon Mechelen enorm waardeer. Want dat is iemand die van de club komt, van Next komt. Is het oudste Next-product, denk ik. Mm-hmm. Ja. Dus vanuit dat opzicht ga ik hem kiezen, omdat dat een voorbeeld is voor onze jeugd, nog altijd. Zijn vastberadenheid, zijn ability om continu mee te evolueren met het voetbal, met zijn teamgenoten, met de competitie waarin hij speelt, is een gigantisch voorbeeld. Hij staat ook in het heel groot, want we hebben een foto met alle Next-producten, en hij staat er ook in het heel groot in het midden op. Dus in dat opzicht ga ik hem kiezen, omdat hij echt als voorbeeld fungeert ook voor onze kern. Het is ook vaak geen wonder dat de grote Next-producten naast Brandon het best tot hun recht komen. Hè? Zijn de Kosunu, Silla, nu Ordóñez, ja, die spelen ongelooflijk goed naast Brandon ook. Dus dat is wel... Zo had ik het nog niet bekeken. En Max en Joa. Ook, ja, Max en Joa. In de buurt van hem. Ja, voilà. En Brandon is er altijd zo wat... Maar ik denk dat hij vergeet als een soort mentor, professor, sidekick, waardoor dat die andere, misschien grotere talenten op papier, nog meer kunnen excelleren naast zo iemand als Brandon. Het is lead by example, hè? Voilà. Ja. Je doet. Inderdaad. Mooie keuze. Ja. Nog twee. Als je mag kiezen. Prime Jovanovic, 2008, of Prime Izquierdo, uit 2016? Jovanovic. Ja, was snap ook ik. Goed, ja, dat snap ik ook wel. Dat was ook echt goed. Nee. Een laatste. Kampioen spelen met Wiley en kampioen met Next en de Youth League winnen. Dus dat is optie 1. Of CEO worden van Club Brugge. Het eerste. Kampioen Next, kampioen Wiley en Youth League winnen. En dat doen binnen de structuur die we nu hebben, zou fantastisch zijn. Ja. Voilà. Dus de kans ook groot dat je ooit wel eens CEO van club zult worden. Ja, als je dat doet, dan kun je... Dan tekenen we. Ja. Voilà. Dat waren ze. Het was toch het waren moeilijke vragen, maar je hebt het goed gedaan. Ja, ik zou voor de volgende gast zou ik toch iets meer jokers inzetten of de vragen toch wel. We gaan er een stuk of 3 uittelen. Ja, meer jokers de volgende keer. Wij willen alvast u bedanken dat je voor ons tijd wou maken. Dat is heel, heel fijn. Dat je voor de tweede keer bent langsgekomen. Ik hoop dat je het u niet beklaagt. beklaagt het na die 8 vragen dat we hebben gesteld hier. Toch een beetje nu, maar het uur daarvoor was prima. Oh, voilà. Top. Dat is goed. Mathis, ik weet niet of jij nog iets toe te voegen hebt. Nee, anders knippen wij dat gewoon een paar stukken. En, nee, maar geweldig bedankt, Gillian. Het is de tweede keer in 4 jaar tijd. En ik vind het ongelooflijk, de evolutie die je hebt doorgemaakt, ook wij als podcast. Je hebt waarschijnlijk ook het verschil gemerkt tussen 4 jaar geleden en nu. Maar het was echt een eer om CEO van Club A te hebben en nu CEO van Club Next en YLA te hebben. Dus we zijn best fier op de 2 recente gasten die we over de vloer hebben gekregen. Ja. En ik ben minstens even fier om daar deel te mogen van uitmaken en om na Bob de tweede special guest te mogen geweest zijn in de podcast. En dikke merci aan iedereen die Next en YLA ondersteunt en volgt. En ik hoop dat we hiermee onze jeugdwerking en onze dameswerking nog wat meer in de verf hebben kunnen zetten. En ook alle mensen dat daar elke dag toe bijdragen in onze teams, dat is much appreciated. Dikke merci aan jullie.
Dat is graag gedaan. Top. En met die mooie woorden gaan we ook afsluiten. Niet vergeten ons te volgen natuurlijk op onze social kanalen. En als je via YouTube kijkt, thumbs up. Hè, doen. En ons niet vergeten te volgen ook. Bye bye, tot de volgende. Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, Vitola! Met een mirakel! Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Niels Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken. Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3, Scott Olsen. Franke van der Elst.